Goedemorgen allemaal, ik ben Demi van het kanaal Demi's Verrassende Video's. En wat leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik ga vandaag naar Walibi Fright Night in Biddinghuizen. En daar heb ik super veel zin in. Wat houdt Walibi Fright Night in als jij voor het eerst deze video kijkt? Nou, Walibi Fright Night is een heel gaaf evenement opgezet door Walibi. Dat is 18 jaar geleden begonnen. En dit is al 13e jaar van Eddie de Clown. Dus een ongeluksgetal. Dat is misschien een beetje mysterieus. En we zijn echt heel benieuwd naar hoe dat gaat verlopen daar. We hebben 6 spookhuizen die we gaan bezoeken. We hebben 4 haunted houses in een package. We hebben Below. En we hebben het gratis spookhuis Campsite of Carnage. En natuurlijk alle 6 de scare zones die we ook nog gaan doen. Hoe ga ik dat voor jullie filmen? Ik heb een beetje nagedacht en ik denk dat het wel leuk is. Ik heb mijn GoPro heb ik mee. Op een stick, dus die kan ik omhoog brengen. Dan zie je net wat meer, want het kan best wel druk zijn vandaag. En dan hebben jullie een mooi overzicht over de scare zones die daar doorheen lopen. En ja, in de attracties mag ik niet filmen vandaag, maar hey, we gaan er een hele leuke dag van maken. En ik zal jullie op de hoogte brengen van hoe alles gaat. Ik ga vandaag niet alleen. Ik ga vandaag met mijn neven Brenda en Mitchell. En die hebben er ook super veel zin in. Ik zal straks een auto nog wel even voorstellen aan jullie. En ja, ik zou zeggen, let's go. En ik zie jullie in de auto. Tot zo. Everybody be alert. Be wise or you might get hurt. What is that? You haven't heard? Eddie's back in town. Just be warned, and tonight, lock your daughters out of sight. You ain't safe till morning light. Hallo mensen, we zijn ondertussen in de auto al een tijdje eigenlijk. Ja, wel even. En ik zou jullie even Brenna en Mitchell laten zien. Oké, okay. Hallo, ik ben Mitchell. Dit is Brenna. En welke spookhuis hebben jullie het meeste zin in? Ja, Below natuurlijk, wat denk jij? Ja, ik ook wel. Ja, ik ook. Oké. Okay. Ja. En we moeten nu nog ongeveer, kijken, een uurtje rijden, ongeveer. En dan zijn we er. Yes. Yes. Ja, wij gaan nog een stukje rijden en we zien jullie zo meteen in Walibi wel weer. We zijn inmiddels aangekomen bij Walibi en we gaan nu onderweg naar de ingang en dan gaan we even kijken welke attractie we in gaan. Hebben we er een beetje zin in? Ja. Mooi. Nou, let's go. We zijn binnen in Walibi. Yay. Ik ga even mijn camera niet draaien, dus kijk. Mooi hè? Ja, we zijn binnen. We gaan nu naar de Goliath. En ik ga jullie gewoon diverse beelden laten zien. Een mooie sfeerimpressie van vandaag. De Halloween Fright Night. En het eind van de dag horen jullie mijn mening. Ciao!
Bye.
This is who I'm meant to be. This is me. Daar komt ze vandaan. Ze komt daar vandaan. Hey.
duurt heel lang. En krijg je wat bloedtest op zijn vervelingen zo? Ja, hè? Voor, hè? Zo. Voor de heren onder ons, kom allemaal lekker naar voren. Ik zag jou al kijken meteen, dit wordt niet voor mij. Ja, hè? En dacht ik al. Ik heb hier deze schone mond hier voor me. En zij doet het altijd voor mij thuis op het rijtje. En dan loopt het eerst met de boot. Maar ik doe het niet, omdat het hem hier al was. Helemaal uit België en ze gaat zo meteen live in de tissue in. Let wel, onverzekerd, dus elke misstap kan fataal zijn. Geef een applaus! Hanne! Misschien gaat ze haar armen breken. Yeah.
beetje warm te worden. Emily, ja. Heb jij misschien iets op je vocabulaire ergens tussen je meniscus liggen? Dat je denkt, nou Emily, jij kan vanavond dat blauwe pilletje op je nachtkastje laten liggen. Een sexy nummertje bedoel je? Nee, geen sexy nummertje, geil nummertje. Oh, je neemt ook. Lekker? Oh, take it away, Emily! Ladies and
gentlemen, dames en heren, mijn dames en heren, good evening, bonsoir. Het is tijd voor Freak Magic. Freak Magic. Freak Magic. Misschien mogen jullie even oh zeggen. Freak Magic. Gewoon kippenvel, hè? Ik heb gewoon kippenvel. Ja, het is geweldig. Voorzichtig, we zijn nu onderweg naar Scarezone van vandaag, maar Pirates Cove is nu aan de beurt. Ik ben heel benieuwd, ik heb hem al een paar keer gezien eigenlijk, maar nu gaan we er vlogend in weer. Dus we gaan het zien, het is echt druk. Maar let's go! Heel donker en ik weet weer niet of jullie me gaan zien. Ik hoop het wel, mijn stem gaat het gek doen. Maar ik heb echt te veel gegild al vandaag. Maar we gaan het zien. Hier staan 3 scare actors. Yeah.
Ze laten ons niet schrikken vandaag.
spookhuizen hebben we al. Hoeveel spookhuizen hebben we gedaan? Vier. Vier spookhuizen. Vier spookhuizen hebben we gedaan. Ik ga zo het laatste in de villa. En het was tot nu toe echt super gaaf. Ja, eigenlijk vijf dan, hè? Ja, oké, we hebben ook gratis spookhuizen gedaan, dat was leuk. We mogen niet veel in spookhuizen, maar het was echt super tof. Echt leuk. We gaan nu nog even naar Eddie's Festival Freaks. Jullie hebben al heel veel beelden gezien van alles. Shows en weet ik het wat. En we hebben echt naar ons zin. Voor nu gaan we even Festival Freaks doen. 10:30 is de volgende en dat is de villa. Dus we lopen naar de andere kant van het park. Het is echt heel veel lopen. Maar we hebben het er allemaal voor over. Tot nu toe, het is echt druk. We hebben trouwens vannacht te horen gekregen dat het park is uitverkocht. Volledig uitverkocht. 24.000 mensen zitten in het park. Maar desondanks is het allemaal wel te doen. Lekker rustig. Nou ja, rustig. Sommige scarezones is het rustig. Maar het gaat goed. En we hebben zin in. Het is echt gezellig. Sowieso. Bilo was leuk. Wat hebben we nog meer te vertellen eigenlijk? Hebben we nog iets te vertellen over de spookhuizen? Nee, hè? Nou, we hebben niet veel gevlogen, maar er komt, het is een heel scarezone. Het is donker, zoals jullie gezien hebben. En dan is het... Maar het, we hebben niet echt goed kunnen vloggen vanwege dat het heel donker is. En als het donker is, dan zie je mijn gezicht niet. Dus vandaar dat we gewoon sfeerbeelden hebben gemaakt. En ik hoop dat jullie die ook leuk vonden. Het is ineens verdacht rustig omheen. Geen idee. We zijn nu bezig met optreden, zo te horen. Ik hoop wel. Nou, die hebben jullie al gezien. Ik krijg wel een beetje een lamme arm na vandaag, denk ik. Ik heb zo lang mijn camera omhoog gehouden. Dat is gewoon niet gezond. Maar goed, we gaan nog even door. En spreek ik jullie alweer als we klaar zijn. Ja. Zijn we weer. Ik zou nog even één keer meenemen het gebied nu ik toch ben. Ik heb geen idee of je me zo nog kan horen eigenlijk. We lopen nu Eddie's Freaks op het festival. Eddie's Festival Freaks lopen we in. We gaan even kijken wat er gaande is. Ik zie dat Eddie op het podium staat alweer. Maar daar zijn we net ook al geweest. Hij is vraag aan het worden. Maar we gaan zo weer terug, want we moeten naar de villa en dan moeten we het half park rondlopen. We zien jullie zo meteen alweer. Oké, we komen net uit de villa. Wat een geweldig spookhuis is dat. We zijn zeker geschrokken, hè? Zijn we geschrokken? Ja, ik ben geschrokken. Wel, jij ook geschrokken? Ja, één keer ja. Jij geschrokken? Ik ook zeker. Wat een tof spookhuis. Het blijft echt superleuk. We gaan nu richting de uitgang, want hoe laat is het? Ik heb echt geen idee. 11 uur. 11 uur. Ja, park is dicht eigenlijk. Leuk hè? Nee. Oh. Het is 10:50 jongens. We lopen gewoon na sluitingstijd in het park. Ja, nog steeds alles is open. Ja, dus we zijn nu de laatste wachtrij leeg aan het werken. En echt respect en complimenten naar alle scare actors die vanavond werkten. Want het was zo druk. En al het personeel ook. Het is zo druk en alsnog gewoon zo goed. Even denken, we moeten er heen. Links denk ik. Ja. Maar goed, wij lopen nu richting de uitgang. We gaan dan de auto opzoeken. En we gaan even kijken hoe snel we geparkeerd en afkomen. Dat zal ook nog wel even duren. En gaan we richting huis. Ja, dat was ons dagje Walibi. Maar het was echt leuk. Het was echt leuk. Ondanks de drukte hebben we het echt naar ons zin gehad. En het was gewoon reuze gezellig. Ik ga je nog even wat beelden laten zien van de uitgang. En ja, check ik jullie de volgende keer alweer. Ik zal straks nog wel even afronden. Geniet even van de beelden van de uitgang. Hallo mensen, we zitten nu in de auto en we hebben de uitgang niet echt veel gezien. Maar het was even leuk en daar zijn we naar de auto gegaan. We staan hier echt zeker nog wel heel lang in de rij.
Want we moeten invoegen. Alleen, er is maar één uitgang hier. Ja, dit gaat nog wel even duren. Hoe lang denk je? Half uur, drie kwartier. Minimaal. Dan nog even 2 uur naar huis rijden. Maar het kwam helemaal goed. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer even hier beneden. En laat een reactie achter als je het leuk vond. Nou, eigenlijk gewoon abonneren en trommel meer mensen op. Deel deze video. En tot de volgende pretpark, dierentuin of andere vlog. Doei!